Jasper Krabbé exposeert deze zomer in de Fundatie in Zwolle met een gloednieuwe, zacht verstilde serie schilderijen. Jasper heeft warme banden met Dalfsen. Hij groeide er deels op, zoals hij zelf zegt. Vandaag ben ik in Amsterdam, want daar is zijn atelier. Hier zit hij. Hi. Jasper. Kom hi. Erin. Hi. Mag ik Jasper zeggen? Zeker. Ja? Ja. Mag ik dan Inga zeggen? Ja, Inga. Ja. Ja. Inga. Ja. Jeetje, wat een goede plek. Ja. Ja, het is een hele fijne plek. Het is niet heel hoog. Ik heb een projectruimte waar ik dingen maak, zeg maar, waar het wat hoger is. Maar het is heel fijn werken hier. Het is een heel karakteristiek oud pakkenhuis. Ja, want daar zit het water. Ja, we zitten echt aan het IJ. Althans, de andere kant kijk je uit over het IJ. En hier, ja, ik kan de deuren dicht doen hoor. Hier raast het verkeer soms voorbij. Ja. Maar, en hoe zit het met licht? Ja, er is zo'n fabeltje dat je als schilder noorderlicht of zo nodig hebt. Ik geloof er niet zo. Ik heb daglichtlampen. Ja, dat lost ook alles op. Dat doet de job ook, zeg maar. Dus, ja, maar je hebt wel veel. Nou, ik zit hoog, dus ik heb gewoon genoeg licht. En ik moet je zeggen dat het voor mij, meestal als ik mijn werk dan opeens in daglicht zie, als het echt naar buiten komt, dat het soms iets verschilt, dat het ietsje. Maar het is altijd goed of zo, qua kleur. Ja, en je vindt het ook fijn hier. Ja, ik vind het heel fijn. Er zitten heel veel kunstenaars in. Zullen we een klein stukje dicht doen? Ja. Hebben we er last van, Ronnie? Ik doe ze even dicht, dan heb je in ieder geval niet het geluid. Gewoon zo. Wat rustiger. Net een tikje rustiger, ja. Hè? Ja. Nee, dus er zitten heel veel kunstenaars in het gebouw. En ja. Ontwerpers en grafisch ontwerpers, modeontwerpers. Er zit een heel goed restaurant boven. Oh ja, wat goed. Ook heel belangrijk. Je hebt alles bij de hand. Ja, alles. Ik zag wel een glaasje wijn, ja, ja, een precies. Kopje koffie, ja, nee, het is essentieel natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Nee, dus het is een prettig soort omgeving ook. Ik heb ook wel eens in fabrieken gezeten, zo in sloten, in het voormalige IBM-gebouw. Nou, er was helemaal niks en niemand. Ik was op een gegeven moment alleen met twee raven, die waren het gebouw binnengekomen. En dat was het zo ongeveer. Wat konijnen buiten en opgegoten gras, onkruid. Maar je hebt er wel behoefte aan mensen. Nou ja, kijk, ja, het is gewoon, als je zo veel alleen bent of zo alleen werkt, is het ook heel leuk als je gewoon even de gang op kan lopen en niet dat ik nou bij iedereen binnen ga, maar het idee dat het kan. Ja, of dat ze bij jou even of dat ze even aankomen. Ik heb wel een paar echt hele toffe collega's in het gebouw, dus een aantal kunstenaars die hier werken, die ik ook goed ken. En nogmaals, we lopen niet echt de deur bij elkaar plat. Maar nee, want iedereen zit natuurlijk ook in zijn focus. Of ja, is dat niet zo? Jawel, dat is wel zo. Ik denk dat je, het heet ook werkgebouw, hè? Oh ja. Dat staat er heel groot voor. Ja. En daar wordt hier natuurlijk heel hard gewerkt, denk ik, over het algemeen. Ja. Ja. En voor jou ook? Ja, voor mij ook. En ik vind het ook lekker. Hoe was het met die laatste serie dan? Ja, die we nu gaan zien in de Fundatie. Ja, dat was ook heel lekker eigenlijk. Omdat ik het heb gecombineerd met ook met televisiewerk. Je bedoelt het geheim van de meester. Ja, 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 precies. En dan is het heel lekker omdat je dan met een heleboel mensen werkt. Als je dan weer in je studio komt en je kan gewoon even helemaal weer doen. Maar zoals je het zelf wil. Maar wat een fantastisch programma. Nou, om te dank maken. Je. Ja, het is ook superleuk. Jeetje. Om te maken. Ja, het is echt een mooi programma. Het gaat over kunst. Ja, maar ook die zoektocht en ja. Al die mensen die je erbij betrekt. Ja. En iedereen die gewoon tot het gaatje gaat. Ja, hè? Nee, het is super mooi om te maken. Of niet? En, of was dat niet zo? Jawel, zeker. Nee, iedereen zit er heel erg in. We gaan een reconstructie maken van Het Meisje met de Parel. Mm-hmm. Van Vermeer. Ja. En daar heb ik een aantal spullen voor nodig. Mm-hmm. Uiteraard lapis lazuli. Het was heel goed te combineren. Mensen denken dat ik er heel veel tijd mee bij kwijt ben, maar dat valt eigenlijk wel mee. Maar er waren momenten dat ik dacht, dat gaat ze gewoon niet lukken. Nee, nee, dat is ook soms best wel lastig, omdat we het binnen een bepaalde tijd al moeten doen. Maar het combineren zeg maar, van televisiewerk en schilderen gaat juist eigenlijk heel goed. Ja. Ik vind het een hele mooie combi. Dus in precies combi. Die periode heb je deze serie? Nou, gemaakt. Iets langer, want ik ben met die serie die nu in de Fundatie hangt eigenlijk een jaar, anderhalf bezig geweest. En het is allemaal begonnen. Ik kan het je wel laten zien, want ik heb haar hier staan. Het is eigenlijk allemaal begonnen met een plaat die ik had gevonden. En, op een rolmarkt, hè? Ja, dat is deze plaat. En dat is, het is gewoon echt een oude Columbia Records, zie je. Dus. Maar het ging me eigenlijk om die afbeelding. Dus het gaat over... Dit trof je. Dit trof me en dit singeltje heb ik erbij gekocht. En iets in die vrouw, in die Maria Callas, heeft mij geraakt.
Ja, terwijl ze geen Japanse is, maar dus blijkbaar... Ja, het is een Westerse vrouw natuurlijk. En een vrij beroemde Westerse vrouw, opera-zangeres. Ja. Iedereen, nou ja, goed, ja, in die tijd kende haar. Ja, maar... En een fantastische stem. Maar de grap is, ik hou eigenlijk helemaal niet echt van opera. Dus ik heb dat puur gekocht voor het visuele aspect ervan. En toen ben ik verder gegaan. Jij zat zo in zo'n bak, weet je? Ja, precies. Met de klep, zo snel mogelijk. Dat browsen zo, waar je hele vieze handen van kreeg. Ik deed dat vroeger als DJ heel veel. Ja. Ik echt zo zoeken, op zoek naar de tofste dingen. En het is gewoon heel leuk, want je vindt altijd rare dingen. Dus in jouw hoofd zit er ook een soort van, is ook een herkenbaar hokje dat jij... Net zoals je snel beeldmateriaal doorscant. Ja, ook met die platen. Ja. Maar ik vind een goede plaat heeft vaak ook een hele goede hoes. Oh ja. Ja. Maar ik hou niet van opera, maar ik vond die vrouw gewoon heel intrigerend. Ja. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En toen heb ik Want je bent nooit in Japan geweest? Nee, ik ben nooit in Japan geweest. Dus het is een soort verlangen naar Japan. En ik vond mooi dat het is een Westerse vrouw die een Oosterse vrouw speelt. En opera is heel bombastisch en groots. En alles is dramatisch. Maar hier was ze juist heel ingetogen en klein. En heel dicht bij zichzelf eigenlijk. Ja. En ook een beetje tragisch. Ik weet niet, Maria Callas heeft een heel tragisch leven gehad. Ja. Daar kwam ik pas later achter. Maar... er zit iets mystieks in, er zit iets in waar je niet bij kan. Het is een soort mysterie, die hele vrouw is een soort mysterie eigenlijk voor mij. En genoeg voor jou om dat echt, om dat helemaal te onderzoeken. Ja, nou ja, ik weet niet, je moet meer zien dat het een soort aanleiding is. Kijk, alles is voor mij aanleiding om een schilderij te maken. Ik heb dus een portret gemaakt op een gegeven moment. En dat had ik op een oude rol linnen gedaan. Ik heb heel veel van die verschillende soorten materiaal. Ja. En daar werk ik dan op. Dus je kiest dan gewoon iets? Ja, en toen was het soort oud linnen wat ik had gekregen van een vriendin van mij. En dat was echt een rol, die was antiek. En daar heb ik iets op gemaakt. Zonder te prepareren. Normaal gesproken heb je natuurlijk gewoon een onderlaag, gesso. Een soort krijtgrond waar je op werkt. En allemaal een beetje technisch. Maar dat is natuurlijk waar je normaal gesproken op schildert. Maar dit was doorlatend materiaal. Dus ik heb een portret gemaakt en ik ben de volgende dag teruggekomen in de studio. En ik heb dat ding gewoon opgetild. En toen bleek de achterkant eigenlijk zoveel mooier dan de voorkant te zijn. Omdat het, dus de verf was doorgelekt als het ware, maar niet overal. Omdat het niet geprepareerd was. Precies. Dus het was eigenlijk een soort vergissing, zou je kunnen zeggen. Maar een hele goede vergissing. Vaak zijn dat soort dingen juist... Ja, die kan je niet plannen, weet je. En daar komen dan de mooiste dingen uit. En toen dacht ik, dit is het. En ik ga hiermee verder. Want toen ben ik het toeval iets gaan sturen. Maar het principe is hetzelfde gebleven. Dat je eigenlijk iets maakt, wel heel bewust uiteraard. En dan het omdraait. En dan kijkt wat de achterkant... Maar die symboliek ervan vind ik ook wel weer heel... Ja, wat zie jij, wat maak jij ervan? Want ik weet wel waarom ik het nu, maar achteraf heb ik er een bepaald beeld bij. Nou ja, weet je, ik vind sowieso in Azië is symboliek heel sterk. Hè? Ja. En worden dingen nooit direct benoemd. Nee. Zoals Westers, als wij dat doen, hup, frontaal, ja. Is niet Aziatisch. Dus zeg maar dat de achterkant dan meer betekenis heeft... Ja. Vind ik wel heel mooi. Ja, nou, dat is mooi, want zo had ik het eigenlijk nog niet gezien. Maar wat mij eraan trof, is dat de schoonheid ook vaak in iets anders schuilt. Dus in een soort imperfectie. Ja. En in iets wat je niet... Kijk, je hebt hele knappe types die heel mooi zijn. Modellen of weet ik veel. Maar dan ga je drie woorden ermee. Precies. En dan haalt het heel snel op. Ja. En nou ja, goed, dat is een beetje te gemakkelijk uitleg misschien. Maar ik vind het wel allemaal in elkaar vallen. Maar dat is meer intuïtief. Als je dat aan het maken bent, merk je opeens, oké, er zit iets in. Ja. En dat blijft me intrigeren. Ja. En dat is het onderwerp. En dat valt dan helemaal samen, ook met de techniek. Ja. Van dat doordrukken en iets wat... ontstaat wat je gewoon niet kan sturen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste eraan. Omdat het zo'n mooi materiaal is? Ja, zo mooi. Dus ik ben wel heel erg gecharmeerd van de voorkant van het landkaart. Ja, ik ook. Nee, ik dacht ook eerst ik ga op de voorkant iets maken, maar... Geweldig. Zie je, dus ik ben wel echt op zoek naar... Ja! Ja,
Ja, dus ik wil eigenlijk een reeks maken ook echt op dat oude linnen. Weet je wat ik ook zo mooi vond, Jasper? Nou. Dat ik nou juist op de achterkant van de vrouw zag. Ja. Ja. En dat triggerde mij echt, want dat je denkt van, oh nee. Dat je nieuwsgierig bent naar de voorkant. Ja, dat is mooi, mooi gegeven, ja. Ja, je had niet bij stilgestaan, maar dat is natuurlijk wel een mooi gegeven. Maar dit is ook eigenlijk de achterkant. Dus ja, iets ook. Wat iemand, nou ja, niet heeft weggegooid, maar niet zou zien dat het materiaal is. Maar ik vind dit heel mooi, dus hier zie je allemaal gebruikssporen. Ja, en, fantastisch. Hier ook, dit was de balkan. Zie je, dus er staat hier nog een stukje. Ja. Zie je? Maar goed, kijk, dan zie je dus die achterkant. En wat ik heel mooi vind, is de verkleuring van het linnen. En ik heb dit werk geruild pas geleden. Dus dat met een Israëlische kunstenaar. Dus dit gaat weg? Ja. Nou, dat doe ik wel vaak hoor. Maar dan ik krijg een heel monumentaal werk terug ervoor. Het is, in geld is het niet echt een gelijkwaardige ruil. Want dat ding van haar is vele malen duurder. Maar gevoelsmatig wel. En dat vond zij ook. Dus dan is het oké, toch? Ja. Ik wilde dierenarts worden. Oh ja? Ja. Nou ja, ook omdat ik echt zo details van details wilde bestuderen. En ik geef hem even uit dit flesje, want allemaal glazen zijn vies. Dus echt, ik durf dat niet eens meer aan te kijken. Ik moet hier nodig een keer even huis houden. Dus ik wilde eigenlijk dierenarts worden. En toen, deze was goed. En toen, op mijn 12e denk ik, toen ontdekte ik die graffiti. En toen ben ik echt eerst heel... Via graffiti ben jij... Via echt... graffiti, ja. Dus ik was een van de eerste graffiti kunstenaars in Nederland. Van het een kwam het ander eigenlijk. Ja. Toen dacht je, dit is... Dat zijn toen dacht ik, dit is het. Genen bij jullie, hè? Ja, daar doe je niet meer zoveel aan. Nee. Mijn dochter wil nu ook weer kunstenaar worden. Oh, ja. Ik heb haar afgeraden, maar... Oh, je man! Ja. Ja, als grapje, maar van Jezus. Ja, weet waar je aan begint. Ik bedoel, het is natuurlijk niet het allereenvoudigste bestaan. Dus, maar jij bent er gelukkig in? Ik zeker, ja. Je grootvader was er gelukkig in? Ja, tuurlijk, nee. Het is in onze familiegeschiedenis is het wel echt... Ik bedoel, zoals je generaties bakkers hebt die een recept doorgeven. Ja, maar dat is toch weer anders. Ja, dan heb je een familiebedrijf. Jullie moeten ieder zet weer zijn eigen... Dat is waar. Ik voel me ook echt de eerste kunstenaar van de familie. Oh ja? Ja. Tuurlijk, als je dat niet hebt, dan hoef je het niet te doen, toch? Nee. Nee, ik weet wel dat er zijn wel degelijk echt genetische dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld ooit een tekening gemaakt op een plek waar mijn overgrootvader ook een tekening bleek te hebben gemaakt. Ja, dat was echt zo absurd. Maar dat kwam pas heel veel later achter. Doordat ik een schetsboek van hem kreeg. Zo raar. Van alle plekken op de wereld. Uitgelezen op die plek in het Vondelpark. Maar echt precies dezelfde plek. Niet een meter ernaast. Gewoon... Ik heb nagemeten ongeveer met die tekening van hem. Nou ja, we hebben gewoon op dezelfde plek stilgestaan. En dat is zoiets raars. Een goed schilderij maken is moeilijk. Dus denk ik. Een nieuw schilderij te maken. Van iets wat je zelf in ieder geval niet eerder hebt gezien. Of iets wat je ook voeding geeft voor... andere schilderijen. Dat vind ik eigenlijk de beste schilderijen. Schilderijen die zich blijven openen. Snap je dat? Je hebt sommige beelden, nou die zie je en dan denk je, oké, nou het is een vrouw op een stoel, zeg maar wat. Maar dan haalt het ook vrij snel op. Ja. Je kan nog geïntrigeerd zijn door hoe het is geschilderd of de houding of het licht of de kleur, maar dat zijn vaak saaie schilderijen die je in één keer kan duiden. En, ik denk een schilderij waarin meer gebeurt en waarin je niet direct ook weet wat er gebeurt, dat die je veel langer kunnen blijven vaststaan. Ja. Dat is eigenlijk ook wel waar je naartoe wil werken. Of het moet ontstaan voordat het wat jou betreft goed genoeg is. Ja, nou ja, goed. Dat, ik weet ook niet of het in die hele reeks in elk werk zit, maar er zijn er zeker een aantal waarbij dat gebeurt voor mij. En wanneer ga je dan naar Japan?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik wil er echt heel graag heen. Ik wil al heel lang heen. Maar ik ben ook bang dat het mijn idee om zeep helpt of zo. Nee, ik ga er zeker heen. Het staat heel hoog op mijn lijstje. Ik heb nou wel de neiging om hier even die ja, het is warm hier. Hè? Ja, maar het is een fantastische dag eigenlijk. Ja, het is heel mooi. Het is 32 graden. Ja, het is echt zomer. Ja. En dat is ook wel mooi, omdat je hier gewoon in de bomen op de hoogte van de boomtoppen zit, weet je. Dus ja, het is super, lekker, hè? Als het door lucht. Nou was ik denk ongeveer een jaar geleden bij jouw vader in het atelier. Oh ja, wauw. Ja. Want hij had ook zo'n prachtige serie, maar die had hij in Dalfsen gemaakt. Ja. Dat is toch wel een beetje een geheime plek, ja, voor jullie familie. Zeker, waar je altijd... Nou, niet meer zo geheim, hoor. Nou, inmiddels niet meer, hè? Hij heeft daar veel over geroepen in de media. En ja, ik geloof dat de gemeente Dalfsen is hem heel erkentelijk. Maar ik vind het ergens ook jammer, want ik bedoel... De plek is weg. De plek is weg, weet je. Nou, ik weet niet of dat echt zo is. Maar nee, Dalfsen is een plek waar ik al heel erg lang kom. Met mijn ouders vanaf mijn echt prilste jeugd. Dus je zou kunnen zeggen, het is een beetje afdrijven misschien, maar dat ik er toch wel deels ben opgegroeid. Ja. In ieder geval elk weekend gingen we, en vanaf mijn derde, denk ik. Dus ik kom daar echt wel mijn hele leven. Als je mij dropt in het bos daar, dan vind ik mijn weg terug. Heb je dan bijvoorbeeld geen behoefte, kan ik me voorstellen hoor, maar ik ben, dat je gewoon ook wel eens dat groen wil opzoeken en daar gewoon wil werken? Nee. Nee? Nee, die behoefte heb ik niet. Nou, ik had ooit wel een droom, ik had een huisje daar zelf. Ja. Nee, zo erg is het niet, maar ik hou wel van Amsterdam, maar niet per se dat ik hier alleen maar... Ik ben veel in New York de laatste tijd, daar werk ik ook veel, daar woont mijn vriendin, dus... Ik kan eigenlijk overal werken. Maar ja, laten we vooral niet vergeten dat jij echt... We hebben het nu over Amsterdam, we hebben het over Nederland, we hebben het over Zwolle, over het oosten van het land. En jij reist heel veel, ja, je exposeert heel veel in het buitenland. Ja. Dus hoe is dat eigenlijk? Ja, nou ja, superleuk. Ik bedoel, dat vooropgesteld. Maar het is ook, laat ik zeggen, niet noodzakelijk voor mij om op één plek te zijn om iets te maken. Ik maak eigenlijk heel graag op verschillende plekken iets... En ook het reizen zelf informeert je werk. Je vindt bepaald materiaal ergens. Het licht is anders. Juist dat triggert mij eigenlijk meer dan altijd maar op dezelfde plek te zijn. Ja. Dat is juist het grote voordeel van het kunstenaarschap, denk ik. Dat je overal iets kan maken. Dus kom ik even terug op dat programma voor kinderen, want dat lijkt mij dus geweldig. Ja. Ik denk dat jij bent de televisiemaker, ik ook. Ja. Dat doen we met een reden. Je wil iets overbrengen, je wil iets laten zien, je wil mensen laten ervaren. Wat wil jij die kinderen laten zien? Ja, dat je kunst... kijk, de grap is, als je volwassen wordt, denk je dat je een kind iets moet gaan uitleggen over kunst. Dat is gewoon de eerste vergissing. Dat hoeft dus niet. Want kinderen, iedereen die kind is geweest, weet dat hij graag schilderde, graag tekende. Dat leer je af, al naar gelang je ouder wordt. Ja. En iemand op een school op een gegeven moment tegen je zegt van, je hebt een boom gemaakt, die heeft een blauwe bast en oranje, dat kan niet. Het moet bruin met groen zijn. En je ofzo hebt niet binnen de lijntjes gekleurd. Precies. Dat is wat volwassenen doen. En dan ram je gewoon alles wat vrij is en wat origineel is en oorspronkelijk en blij en nou, noem het allemaal op. Dat ram je eruit eigenlijk. Dus dat hele idee van educatie, vind ik, is al helemaal verkeerd. Daar gaat het al mis. Je hoeft een kind niks te leren. Dus ik denk dat de opzet van het programma moet zijn dat je kinderen volwaardig ziet voor wie ze zijn en ze ook serieus neemt. Dat is eigenlijk mijn idee nu erover. Ik moet het nog een beetje gaan ontwikkelen, maar en ik wil heel graag delen met ze dat het heel leuk is om iets te maken, gewoon vanuit niks. En daar voel ik gewoon, daar kunnen kinderen direct aan relateren. Weet je, dus dat is mooi om ze daarop aan te spreken, want dan vinden ze het ook volgende keer niet saai om naar het museum te gaan, snap je? Want dat is het nu vaak, hè? Ik bedoel, kinderen vinden het saai. Ja, grote stille ruimtes waar je heel precies, waar je stil moet zijn, waar niks mag. En ik zou het zo ontzettend lekker vinden om dat op te schudden en weer open te gooien. En dat het leuk wordt, dat kinderen aan hun ouders van, wanneer gaan we weer naar het museum, weet je wel? Dat zou mooi zijn. Ja.
Dus daar verheug ik me wel op. Jasper Krabbé exposeert nu in de fundatie, van juni tot en met augustus. Ik wil wel schilderijen maken die mezelf ook kunnen verrassen, weet je. Ik heb helemaal geen zin om een schilderij te maken waarvan je weet dat je het kan maken. Ja. Snap je? Dat zijn een illustratie van wat je al weet. Precies, dit hele proces, dat raakt jou ook. Dat vind jij ook zo spannend. Ja, nou ja, dat is gewoon waarom ik schilder, denk ik. Om iets te ontdekken wat er nog niet was. In de volgende aflevering lopen we samen door de expositie in opbouw. Stel je wilt deze twee combineren, waarom zou je dat doen? Dat doe ik dus ook niet. Jasper Krabbé exposeert deze zomer in de fundatie in Zwolle met een gloednieuwe serie Japanese Paintings. Vorige week ontmoette ik hem in zijn eigen atelier in Amsterdam. Hoi. Jasper. Kom erin. Hi. Mag ik Jasper zeggen? Zeker. Ja. Mag ik dan Inga zeggen? Ja, daar zit het water. Ja, we zitten echt aan het ei. En hoe zit het met licht? Ja, er is zo'n fabeltje dat je als schilder noorderlicht of zo nodig hebt. Ik geloof er niet zo. Ik heb daglichtlampen. Ja, dat lost ook alles op. Dat doet de job ook, zeg maar. Dus, maar je hebt wel veel. Nou, ik zit hoog, dus ik heb gewoon genoeg licht. En ik moet je zeggen dat het voor mij, meestal als ik mijn werk dan opeens in daglicht zie, als het echt naar buiten komt, dat het soms iets verschilt. Dat het ietsje, maar het is altijd goed of zo, qua kleur. Hoe was het met die laatste serie dan? Ja, we nu gaan zien in de fundatie. Dat was ook heel lekker eigenlijk. Omdat ik het heb gecombineerd met ook met televisiewerk. Je bedoelt het Geheim van de Meester? Ja, precies. Maar wat een fantastisch programma. Nou, dank je. Ja, het is ook superleuk om te maken. Ja. Maar het combineren zeg maar, van televisiewerk en schilder gaat juist eigenlijk heel goed. Ja. Ik vind het een hele mooie combi. Dus in die periode heb je deze serie? Nou, iets langer. Want ik ben met die serie die nu in de fundatie hangt eigenlijk een jaar, anderhalf bezig geweest. En het is allemaal begonnen. Ik kan het je wel laten zien, want ik heb haar hier staan. Het is eigenlijk allemaal begonnen met een plaat die ik had gevonden. En, op een rolmarkt, hè? Ja, dat is deze plaat. En dat is, het is gewoon echt een oude Columbia Records, zie je. Dus. Maar het ging me eigenlijk om die afbeelding. Dus het gaat over... Dit trof je. Dit trof me en dit singeltje heb ik erbij gekocht. En iets in die vrouw, in die Maria Callas, heeft mij geraakt. Ik vond het mooi dat het is een westerse vrouw die een oosterse vrouw speelt. En opera is heel bombastisch en groot en alles is dramatisch. Maar hier was ze juist heel ingetogen en klein. En heel dicht bij zichzelf eigenlijk. En ik heb dus een portret gemaakt op een gegeven moment. En dat had ik op een oude rol linnen gedaan. Ik heb heel veel van die verschillende soorten materiaal. En daar werk ik dan op. Zonder te prepareren. Normaal gesproken heb je natuurlijk gewoon een onderlaag. Maar dit was doorlatend materiaal. Dus ik heb een portret gemaakt en ik ben de volgende dag teruggekomen in de studio. En ik heb dat ding gewoon opgetild. En toen bleek de achterkant eigenlijk zoveel mooier dan de voorkant te zijn. Omdat het dus de verf was doorgelekt als het ware. Maar niet overal. Omdat het niet geprepareerd was. Precies. Dus het was eigenlijk een soort vergissing zou je kunnen zeggen. Maar een hele goede vergissing. Vaak zijn dat soort dingen juist, die kan je niet plannen, weet je. En daar komen dan de mooiste dingen uit. Nou was ik denk ongeveer een jaar geleden bij jouw vader in het atelier. Oh ja, wauw. Ja. Want hij had ook zo'n prachtige serie, maar die had hij in Dalfsen gemaakt. Dat is toch wel een beetje een geheime plek voor jullie familie. Zeker, waar je altijd... Nou niet meer zo geheim hoor. Nou, inmiddels niet meer, hè. Hij heeft daar veel over geroepen in de media. En ik geloof dat de gemeente Dalfsen is hem heel erkentelijk. Maar ik vind het ergens ook jammer, want ik bedoel... De plek is weg. De plek is weg, weet je. Nou, ik weet niet of dat echt zo is. Maar nee, Dalfsen is een plek waar ik al heel erg lang kom. Met mijn ouders vanaf mijn echt prilste jeugd. Dus
je zou kunnen zeggen, het is een beetje afdrijven misschien, maar dat ik er toch wel deels ben opgegroeid. Ja. En vandaag gaan we samen kijken in de fundatie, waar de opbouw in volle gang is. Want, ja, alles staat klaar. Het hangt nog niet allemaal. Hè? Nee, ze zijn nog aan het inrichten. Maar deze is al klaar. Jeetje. Ja, dus dit... Dit is dus waarvan ik dacht, oh, ik wil ze graag op rij zien. Ja. Nou, dat kan hier. Ja. Hoe vind je het zelf? Ja, dat is altijd zo'n vraag. Als kunstenaar kan je dat niet... Nou ja, het is gewoon heel lastig om daar zelf iets over te zeggen. Ik bedoel, ik vind het heel fijn om het nu zo bij elkaar te zien hangen, maar het is te dicht bij mij. Dus ik ben juist heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vind het moeilijk om meteen iets te zeggen. Nou, dat is een goed teken. Neem het even in je op. Ja. Loop even rond. Heel veel stiller. En ik vind dat wel mooi dat je van werk naar werk je oog kan gewoon rondgaan en verschillende dingen in zich opnemen. Ja, en het stopt ook niet, hè? Nee, en het is lekker dat dit het doorbreekt. Dus deze twee werken vallen er in ieder geval een beetje uit omdat ze niet zijn ingelijst en omdat ze een ander formaat hebben. En een beetje een andere opzet. En dat geeft wel, vind ik lekker, dat het niet helemaal rondgaat. Snap je? Dan was je gewoon ingesloten. Maar dit is niet de volgorde waarin je ze geschreven nee. hebt? Nee. Dus het is gewoon door elkaar heen gehangen. En dat vind ik ook wel goed. Want ja, ik bedoel, anders wordt het zo didactisch. Ja, en te bedacht. Toch? Nee, het gaat gewoon bedacht. Om een bepaald ritme. En ik kan je wel bijvoorbeeld zeggen van, dit was een van de eerste die hier hangt. En daar was mijn vondst ook met dat doordrukken eigenlijk het meest relevant. En hier zit ook die afdruk van de noppenfolie in, hè? Ja, dus hier gebeurt heel veel aan het oppervlakte wat je eigenlijk misschien niet in één keer ziet. Bijvoorbeeld in de catalogus gaat dit een beetje verloren, weet je. Want dan kijk je naar zo'n plaatje. Maar ik vind, schilderijen moet je gewoon echt zien in het echt. Het zijn objecten die... Ja. En je moet er dichtbij en weet ik veel, ja. Misschien vind ik het daarom wel overweldigend, want ik vind één op zich al prachtig. En dit is... Maar vind je het te veel of niet? Nee, ik vind het niet te veel. Het kan ook nog. Nee, ik vind het zeker niet te veel. Nee. Maar ik heb wel het gevoel dat ik... Hè, dat je niet weet waar je moet kijken. Dat ik kan blijven kijken, ja. Dat is het. Ja, maar dat is wel goed toch, juist? Ja. Ja. En ze zijn echt allemaal heel anders. En dat vind ik ook wel lekker. Dat is misschien wat er gebeurt met mij. Want elke... Ik heb de neiging om nu te gaan kijken... wat de identiteit van elk schilderij is. Ja. Dus, ja. Hè, om... Maar dat vind ik mooi. Want kijk, in principe voor mijn gevoel heeft het ook te maken met... het feit dat... Nou ja, elk schilderij is uiteraard anders, maar dit heeft hetzelfde motief. Maar het laat misschien ook wel verschillende aspecten van haar persoonlijkheid zien. Of van de manier waarop je iets kan schilderen. Of van hoe een afbeelding kan vervagen. Of, snap je? Ik hoop dat het eigenlijk meerdere mogelijkheden opent voor, ook voor kijken. Ja, dat doet het ook. En ik reageer natuurlijk nu heel primair, want ik heb het niet eerder gezien. Ik kom binnenlopen. Ja, maar en dat is het mooiste. Ja, eerste dat is goed. Reactie. Ja, dat is goed. Nee, maar daarom zeg ik, daarom kan jij het beter zeggen wat jij vindt. Want voor mij is het te dichtbij. Ja, ik zie alleen maar van, oh, dat had ik misschien anders gedaan. Oh, ja? Snap je, dat hou je. Ja, details? Echt waar? Nou ja, dat hou je altijd wel. Ik weet niet. Ik vind... Ja, je moet altijd kritisch blijven. Maar ik ben wel heel blij ook met die beslissing om toch die lijsten te doen. En dat klopt gewoon echt. Ja. Want wat ik mooi vind aan die lijsten, ik wil dat niet meteen zeggen, want het gaat natuurlijk ook om het grote geheel. Maar ik vind het mooie van die lijsten dat daar toch
Het is toch bijna een klassieke lijst. Ja, ik heb hem zelf ontworpen. Het is, het is niet zo'n heel ingewikkelde lijst, maar ik heb hem wel bedacht om hierbij te gaan. En het is heel echt vrij simpel houten ook. En het is een heel simpel profiel. Maar ik vind de verhouding wel goed. En ik vind het ook belangrijk dat er lijst. Ik doe meestal eigenlijk mijn werk zo oningelijst. Maar in dit geval, omdat het zulke ijle schilderijen zijn, is het wel mooi dat het iets. Dit houdt het echt een beetje bij elkaar. Weet en het je? Past heel mooi bij, dat, bij de, het gebruikte van het doek. Precies. Dus je hebt een beetje eenzelfde soort gevoel in kleur ook. Hè, het steekt niet heel veel af. En dat vind ik, terwijl je wel voelt dat het begrensd is. En ja, als je het zo ziet hangen, ja, ik vind het super goed gelukt. Nou, thanks. Zullen we naar een andere? Ja, wil je hier even kijken? Ja. We moeten niet alles weggeven natuurlijk, nee. Maar... Ik bezoek hem regelmatig, zie wat hij doet. En toen werd ik gegrepen door 3 schilderijen die hij net had gemaakt, die ik zo ongelooflijk goed vond. En je kijkt natuurlijk heel erg naar de ontwikkeling van een kunstenaar, waarbij ik vond dat hij een gigantische sprong voorwaarts had gezet. Dat hij eigenlijk een beetje uit zijn oude oeuvre gebroken was. In 2009 waren er bijvoorbeeld een hele serie zelfportretten. Het was heel erg gericht op zijn eigen wereld. En nu ineens zie je dat hij, een soort romantisch visioen heeft, Japan. Maar wel weer een beeld van een mens, hè, dat uitgewerkt moest worden. Ja, en het interessante is dat die mens is Maria Callas. Hij houdt helemaal niet van opera. En hij heeft ook niks met Japan. Nou ja, hij heeft dus wel wat met Japan, maar hij is er nog nooit geweest. Ja. He, dus het grappige is dat hij dat Japan en die opera en Maria Callas gebruikt als een soort van aanhaakpunten om met een enorme creativiteit ruimtes te maken hier in het museum. Want het voelt bijna, het zijn afzonderlijke schilderijen, maar het voelt als installatie. Hè? Het voelt als een soort van totale ruimte, beleving van de ruimte, beleving van de werken in hun onderlinge samenhang. Die mij in ieder geval aanzet om op een hele zomerachtige manier over het leven na te denken. En ondanks de tragische bron, daar ook wel een heel goed gevoel bij te krijgen. Ja, hier zie je dat folie ook weer heel erg terug. Ja, dus hier zie je het heel duidelijk. Dit is een werk wat ik zelf in mijn eigen collectie heb. En, dat begrijp ik, want hier zit heel veel... Ik vind dat hier heel veel emotie in zit. Nou, het is mooi dat volgens mij als je heel dichtbij kijkt, dan lost het schilderij gewoon helemaal op. En dan zie je eigenlijk alleen maar een soort van noise en de gekke patronen en zo. En dan ga je wat naar achter en dan krijg je dat, die beeldenis te zien. En ik vind het wel heel mooi als een schilderij een soort van disintegreert voor je. We zijn natuurlijk vet te laat, maar ik had wel graag willen zien hoe je dat gemaakt had. Hoe je dit gemaakt had, ja. Ja, maar dat, ik weet niet, ik heb nooit echt film erbij als ik iets maak. Daar word ik heel nerveus van. Ik kan je in ieder geval vertellen hoe het is gemaakt, want het echte portret zit dus aan de achterkant. En dat heb ik echt heel snel geschilderd. Ik denk in een half uur misschien of zo. En toen lag het gewoon te drogen een nacht en de volgende dag kwam ik terug en heb ik het dus van die bubble wrap afgetrokken. Toen kwam dit tevoorschijn. En het was gewoon meteen duidelijk dat dit het was. En wat ik heel mooi vind, dat zijn die... Wat is je reactie dan? Ik bedoel, je komt binnen, jij verwacht ook iets. Verwachtte toen niks, dat is het mooie. Nee, ik had gewoon het idee dat ik een redelijk goed portret had gemaakt misschien, maar dat weet je nooit. Maar ja, gewoon, portret. Maar ja, ik was wel heel erg verrast. Dit is echt, dit is de... Tweede, dat was de eerste doordruk, dus dat is echt de allereerste die ik heb gemaakt. En dit is de tweede. Maar ik had geen idee dat dit eruit zou komen.
Maar wat gebeurt er dan? Je komt 's ochtends binnen, je haalt het van de... Ja. Van de ja, je maar je heel wilde blij. Nog, wilde je wel de achterkant toen al? Nee, dat wist ik nog niet, of ik de achterkant zou gebruiken. Dus je, dat haalt was, je haalt het eraf en ja, ik ging, ik weet ik veel, ik keek gewoon en ja, dit beviel me gewoon. En ik vind, dit vind ik heel mooi, want dat is dus waar de bubble wrap heeft niet helemaal recht gelegen. Dus de verf heeft hij gewoon helemaal niet gepakt. Dus je hebt een soort kreukels. Ja. Ik weet niet, het voelt alsof je, alsof de, dat beeld ook gewoon oplost, weet je. Het is heel instabiel en dat vind ik heel mooi eraan. Ja, maar ik vind haar uitdrukking... heel, ondanks het feit dat het zo vervaagt, heel intens. Ja, nou dat is mooi. En dat kan je dus maar ten dele sturen. En ik vind, ja, dat, dat, gewoon, ik wil wel schilderijen maken die mezelf ook kunnen verrassen, weet je. Ik heb helemaal geen zin om een schilderij te maken waarvan je weet dat je het kan maken. Ja. Snap je? Dat is alleen maar zo'n illustratie van ja, wat je al weet. Precies, dit hele proces, dat raakt jou ook. Ja, dat, dat vind jij dus ook zo spannend. Ja, nou ja, dat is gewoon waarom ik schilder, denk ik. Om iets te ontdekken wat, wat er nog niet was. Alles wat er dan opeens gebeurt in zo'n schilderij, ja, dat vind ik heel mooi. Omdat er iets in zit wat niet te rijmen valt, snap je? Ik geloof dat ik daar gewoon heel erg van hou, uiteindelijk. Van het ongerijmde en het, datgene wat voorbij gaat aan wat je kan begrijpen. Ja. Tuurlijk kan ik tegen jou zeggen, ja, nou, hè, een geisha en een doordruk en een weefvel. Maar dat is allemaal maar informatie van je hoofd. En het gaat natuurlijk om, om je hoofd en je hart. Dat is gewoon mazzel. Dat is gewoon de... Ik had oud linnen, dus dat heb ik aan elkaar laten naaien. En die vrouw die dat voor mij doet, ik zeg altijd, doe maar wat, als het maar aan elkaar zit. Dus die laat zelf dan zo'n... Maar dat vind ik mooi, want dat onderbreekt ook het doek en dat, dat verstoort ook het beeld. En ja, dat, daar heb ik ook al heel lang iets mee. Dus ik ben heel vaak met... toen ik op karton nog werkte, dat je delen karton laat verspringen en dat je verstoringen krijgt die ook een beetje gaan over herinnering of hoe je iets herinnert. En, je moet toch, je hebt te maken met een materieel, met een object, met een, hè, dus je gevoel ja, komt in het materiaal te zitten. Want dat is wat je hebt om iets te vertellen, snap je? Ja. Dus dat, dat ja, als dit soort dingen erin zitten en alles valt dan op zijn plek op een rare manier, dan klopt een schilderij. En ja, waarom, dat, kan, dat moet je me helemaal niet vragen eigenlijk. Nee, dus gaan we naar een andere ruimte waar ze nog niet alles hebben opgehangen. Oh ja, dat is mooi. En dan ga ik jou vragen waarom je doet zoals je doet. Oké. Okay. Dus toch gewoon. Ja, jij bent een goede journalist wat dat betreft. Ik had het uitgelegd op de vloer, nu hangen zij het dus in een bepaalde constellatie op. Het zijn allemaal verschillende doeken. En hoe verzin je dat dan, Jasper? Nou, gewoon gevoelsmatig. Deze? Nee, deze. Wat bedoel je? Nou, kijk, waarom kies je deze drie? Nee, dit gaat niet bij elkaar. Oh. Nee. Dit zijn doeken die komen hier allemaal op deze wand. Waar denk jij dan aan? Bij deze? Of, ja, nee, maar ook als je specifiek? Zegt van... deze, stel je wil deze twee combineren, waarom zou je dat doen? Of nou, dat doe ik dus ook niet. Nee, dit werk komt helemaal alleen hier te hangen. Ja, dat is prachtig. Maar dat is ook omdat hij niks anders na zich verdraagt. Gewoon. Oh ja, kijk, nou, dat bedoel ik. Hoe doe jij dat? Nou, dat voel je gewoon. Kijk, ik weet niet, dat is toch duidelijk. Dit is gewoon een heel stil beeld. Maar ik heb een aantal werken gemaakt die... op de een of andere manier verwant zijn in kleur, in thematiek, in hoe ze gemaakt zijn. Dus ook, er zit heel veel met collage heb ik. Dus het zijn eigenlijk doeken ook die zijn opgebouwd uit meerdere stukken linnen. Ja. En dus dat verbindt ze en ook wel de kleur moet ik zeggen. Dus dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi om die een beetje bij elkaar te groeperen. Gewoon. Dan wordt het misschien samen ook weer wat meer een verhaal. Ja, het wordt samen een verhaal en maar ook iets waar je rond kan dolen. En ja, dit zou ook prachtig zijn trouwens. Maar gewoon één zo'n ding. Maar ik vind het wel lekker als het hier... Weet je, omdat dat is zo strak. En zo hè, dat ritme van nou, al die werken die zo... En dan vind ik het heel lekker om dat hier helemaal te doorbreken. Ja. Dat er ook iets heel anders gebeurt. Ja. Dus dit is gewoon
Ja, heel klassieke manier van hangen, eigenlijk gewoon salonstijl, boom, helemaal vol. En hoe ontstond dat nu, dat jullie zeg maar weer aan de praat raakten? Wij praten wel. We zijn gewoon vrienden, ook tijdens. Ook dat. En dan zo af en toe dan pak je zo, wat had je, je had zo'n mooie fles Montalcino staan, wat had je toch staan? Ja, we hebben nog niet eens echt goed gedronken samen, dat moet er nog van komen. Nee, ik drink nooit. Het gaat over, het gaat over kunst dan, weet je. Er hoort eigenlijk een goed glas bij, maar ja, nee, maar krijg hem maar niet zo ver. Maar jij was bij Jasper en toen dacht je... Ja, ik had een soort ruimte geopend. Ja, Random wilde House. Ralf dat even zou zien. En er was van alles. Want Jasper was ook met kleding bezig. Ja. En was van alles. En dus die schilderijen. Die helemaal waanzinnig waren. Maar het is mooi wat je zegt. Dat je eigenlijk weinig herinnert van het gesprek. Ja, dat is een goed teken. Ja. Dus jij was echt... Ik herinner me wel dat je echt gegrepen was door die drie doeken daar. Ik ken het oeuvre van Jasper. En ik vond dat hij daar zoiets... spectaculair anders deed. Maar was jij, toen jullie dat gesprek hadden en die serie ging ontstaan, was jij je daar toen al van bewust? Of was het ook meer een gevoel dat Ralf daar al bij kreeg? Nou ja, het is wel mooi dat Ralf weet wel ook op het juiste moment, in ieder geval in mijn carrière, dingen te zeggen die mij verder helpen. En dat is natuurlijk, dat is fantastisch van onze vriendschap, is dat dat door de jaren heen een paar keer zo heeft gewerkt. Ja. Dus dat was zeker hierbij ook het geval. En ik zat al op dat spoor, maar ik weet niet. Dat is het heel fijn als je van een paar mensen die je vertrouwt, die bevestiging krijgt. Waardoor je er ook verder mee kan. Als je hier rondloopt, het klopt ook. Het klopt ook in het boek. Het klopt in deze zaal. Maar het boek haalt... Sorry hoor, het boek is mooi, maar dat haalt... Nee, maar dat is goed. Gelukkig dat het andersom is. Dan kan iedereen het boek kopen, hoeven ze niet meer te komen kijken. Nee. We hadden het boek gelezen en het was zo'n teleurstelling om in dat museum te komen. Ja. Ja, en die? Deze, dit is een ander verhaal. Dit is een enorme doek wat hier komt te hangen, in het atrium. Dus dit, dezelfde vrouw heeft dit genaaid, die dus ook dat andere doek. Maar dit is zo grappig, want ik zeg altijd tegen haar, het is een naaiatelier in Amsterdam, bij de Houthavens, bij mijn studio. En dan zeg ik, heb ik het afgespeld en zeg ik, doe maar. Maar zij heeft een naaiatelier waar dit helemaal niet past. Dus ze moeten alle tafels aan de kant zetten. Dingen naar buiten in hun tuin. En dan gaan ze het maken met z'n zessen of zo. Ja, dat vind ik zo mooi. Ja. Dus, maar de grap is, ik geef haar heel veel vrijheid. Dus ik zeg, ik wil het ongeveer zo. En dan mag zij bepalen hoe ze het uiteindelijk aan elkaar stikt. En dan is zij eigenlijk onderdeel van het maakproces. En dat vind ik, dat geeft ook weer die toeval iets uit handen. Jij houdt ervan om mensen bij je werk te betrekken. Ja, zeker. En ik vind dat mooi. En dingen te laten ontstaan. Want dan gebeuren er andere dingen. Ja. Ja. Dat is, en dan krijg je iets nieuws. En iets wat je... Het moet gewoon iets raken wat je... niet weet, denk ik. En nou, vandaag zijn jullie dan klaar met ophangen. En dan ga je weer met de trein naar huis. En dan? Hoe voel je je dan? Hoe voel ik me dan? Ja. Lekker, denk ik. Ik denk als het nu straks hangt, dat ik heel blij ben, ja. Nee, het klopt gewoon voor mijn gevoel. Nou, ik ben er in ieder geval zelf heel blij mee. Daar gaat het ook om. Ja, toch?